Wat zegt ze nou eigenlijk in de Telegraaf? Ze zegt, het is steeds moeilijker uit te leggen. En dan denk ik, ja jongens, gaan we nou door op deze weg? Ja, waarom mag ze dat eigenlijk niet zeggen? Nou, dat mag iedereen zeggen, behalve zij, zou ik zeggen. Het zou mij al helemaal niet gaan om dat dat standpunt niet legitiem is, maar van diegene op dat moment, op de dag dat het wordt ingevoerd, die daar verantwoordelijkheid voor heeft, dat snap ik wel dat dat rechtstreeks een mes is in het kabinetsbeleid, ja. Ik denk dat dat inderdaad niet kan. Dan heb je als burger het idee, die politici nemen hun eigen beleid al niet serieus. Waarom zou ik het in godsnaam doen? Dat is het punt. Wat merkt u daarvan? Het gaat om het draagvlak. Ja. Wij hebben met elkaar, moeten we deze laatste fase nog door. Hm. En dan is het gewoon slecht als dat draagvlak wordt ondermijnd. En dat is wat er wel gebeurt. Die discussie vind ik uitstekend. En politici doen dat, dat is uitstekend. Kamerleden, opiniemakers, allerlei mensen hebben een opvatting. Maar degene die verantwoordelijk zijn, die moeten denk ik zeggen van jongens, hier staan we voor en dit is wat er nu moet gebeuren. Ook al heb je misschien binnenkamers gezegd van is dit nou wel... Maar er zijn juist ook mensen nu, zie je ook op onder meer social media, die juist nu zeggen van eindelijk iemand die de kritiek verwoordt. Ja, maar ik denk juist in een tijd dat gezag niet vanzelf spreekt en dat de focus zo ligt op de persoon, is meten met twee maten of spreken met twee monden of twee standaarden hanteren funest voor elke geloofwaardigheid van politiek beleid. Dus ja, je zou kunnen zeggen, als Tweede Kamerlid zou het misschien nog kunnen, maar als lid van de regering kun je eigenlijk niet het ene zeggen en het andere verwachten van de burgers. Dat zag je ook direct. Want onmiddellijk wordt er door oppositiepartijen in de Tweede Kamer gezegd, weer onmiddellijk een debat. Maar hoe merkt u dat in uw gemeente bijvoorbeeld? Want er zijn ook mensen tegen deze coronapas. Zeker. En dan voel je de discussie. Ja, maar wat mij opviel, en dat is de inhoudelijke kant ervan. De horeca die was daar natuurlijk ook best wel kritisch over. Maar dan ben je in gesprek. Ik heb gesprekken gehad met de vertegenwoordigers van de horeca. Maar ook een videosessie met waar iedere horecaondernemer aan deel kon nemen. Je legt dingen uit. Je maakt afspraken over hoe het op een werkbare manier kan functioneren. En dan merk ik, dan is er ook draagvlak. Ja. Ze hebben er niet voor gekozen. Dat hebben ze ook nadrukkelijk erbij gezegd. Het is niet onze keuze om dit te doen. Maar nu het zo is, zullen wij ons best doen om ervoor te zorgen dat ook de gezondheid van onze klanten zo goed mogelijk wordt bewaakt. Ja. Wat haar kwalijk werd genomen is dat Keizer deze uitspraak ook echt deed op dag 1. Hè? Dat die coronapas in werking ging. En wat ik zelf wel interessant vind om te zien is dat het feit dat zij nu door de rest van het kabinet de deur is geweest, dat zij zelf niet haar ontslag heeft aangeboden, maar dat zij is ontslagen, koren op de molen is voor mensen die sowieso vinden dat je geen tegengeluid mag bieden wat corona betreft. Weet je wel? Dat die coronapas er sowieso doorheen geduwd zou moeten worden. Het ging deze week al heel veel over vertrouwen in de politiek, hè? Dat gedaald was. Mevrouw Rovers, wat doet dit dan met dat vertrouwen? Nou, dat is er nog maar weer eens een knoutje bij, denk ik. Het vertrouwen was, dat bleek uit onderzoek deze week, flink gedaald het afgelopen jaar. Hè? Dus van 60% tot nog maar 40% vertrouwen in de politiek. Nou, moet er wel bij gezegd worden dat het vorig jaar oneerlijk hoog was. Ja. Vanwege de coronacrisis had iedereen ineens meer vertrouwen in de politiek dan daarvoor. Maar ik denk als je een beetje uitzoomt, dat het vertrouwen langzaam afkalft. En dat heeft denk ik te maken met wat ik eerder benoemde als dat politiek toch minder gedreven wordt door ideeën en idealen en iets meer een menselijke zaak wordt tussen mensen die ook ruzieën en met elkaar conflicten hebben. En dat afkalven van die ideeën in de politiek is denk ik wat dat betreft behoorlijk ondermijnend. Ja. Ja, maar meneer Wiene, dus dat die 2 weken geleden zat Marnix van Rijn hier nog. Jullie hadden een congres en alles was goed. En we gingen samen naar voren en we zijn nu een paar weken verder. Er zijn 2 crisisberaden en 2 bewindslieden weer af. Dus hoe gaat het bij het CDA? Goed, dat denk ik ook. Want het punt is, het gaat goed in de zin dat wij met elkaar steeds meer nu de discussie voeren over waar staan we inhoudelijk voor. En wat is onze inbreng als het gaat om een kabinetsformatie, als het gaat om de vraagstukken van dit land. Ja. Wat niet goed gaat, dat is dat dat je ziet dat er een aantal incidenten zijn. Ik vind de zaak rond minister Bijleveld natuurlijk van een hele andere orde. Mm-hmm. Dat gaat over een heel specifiek terrein waar iets niet goed gegaan is en waar uiteindelijk de Kamer zegt dat keuren we af hoe het gelopen is. Ja, u vindt dat iets anders. Ja. Dat vind ik echt van een andere orde. Ja. Dit is ook een discussie die heel breed is. Ik denk dat Mona Keijzer voor het overige zich graag voegt in het CDA. Maar dit is een punt waar ze dat kennelijk dan niet doet. En ik zou zelf zeggen van, joh, je moet echt zien dat je op dit soort belangrijke momenten je moet voegen naar je verantwoordelijkheid en niet moet zeggen van, joh, ik wil ook die discussie kunnen voeren, want dat is je rol niet. Lemia,
is goed een term die jij zou gebruiken bij het, hoe het gaat bij het CDA? Volgens mij is dat een best wel optimistische kijk op de zaken. Inderdaad, 2 weken geleden stond Hoekstra daar nog eenheid op te roepen tot eenheid. Inmiddels zijn er 2 bewindspersonen opgestapt. Maar, Bijleveld is niet opgestapt van het CDA. Die is als minister, heeft hij met de Kamer, die heeft afgekeurd het beleid zoals het op dat terrein gevoerd is. Maar die staat gewoon helemaal voor het CDA. Maar de volgende der dingen is wel, hè, wat ik probeer uit te leggen, is Bijleveld, nog voordat de motie van afkeuring tot stemming was gebracht, had zij er al een verklaring uit gedaan dat zij niet zou opstappen. Uiteindelijk is zij wel weggegaan als CDA-minister. Ze is nog steeds wel CDA-er, maar goed, dat geldt tot nu toe. Of er moet iets zijn gebeurd in een paar minuten dat we hier zitten, ook nog voor Mona Keijzer. Is de partij dan nog, want morgen begint de formatie weer. En kan deze partij gewoon weer met volle vaart formeren? Wat ik interessant vind aan het CDA is dat, dat het CDA zich positioneert nog steeds als een soort van vanzelfsprekende machtsfactor in de Nederlandse politiek. Mm. Dat zie je ook in de formatie. Dus daarin begon Wopke Hoekstra met een soort, na het verlies na de Tweede Kamerverkiezingen, met een voorzichtige houding. Inmiddels stelt hij eisen aan de formatietafel, namelijk dat er geen 2 linkse partijen mee mogen doen. Dus als je kijkt naar de peilingen, dan staat de partij tussen de 5 en 11 zetels. Ja. Dus dan kun je ze meten aan bijvoorbeeld de Partij voor de Dieren of de Boer-Burgerbeweging. Ze zijn kleiner dan GroenLinks en de PvdA. Dus het lijkt mij moeilijk om vol te houden dat het CDA op dit moment een stabiele partij is. En dat gaat zich straks ook wel vertalen naar die formatietafel. Dat punt wil ik wel. Natuurlijk ligt daar een groot probleem. Tot slot, laatste woorden. Maar wat van belang is, dat is dat wij onze bijdrage vanuit de inhoud moeten vormgeven. En dat de discussie daarover binnen de partij, op het partijcongres, bij de commissie die daarvoor benoemd is, binnen de fractie, daar merk ik van, daar is wel steeds meer het gevoel van, jongens, hier staan wij voor en daar gaan wij voor. Helder. En dat is de essentie volgens mij voor de toekomst van het CDA. Bedankt voor het kijken. Vond je dit een goed gesprek? Vergeet je dan niet te abonneren. Een like of een reactie achterlaten kan natuurlijk ook. Of bekijk een van de andere interviews op dit kanaal.